De ergste vorm van slavernij is wel mentale slavernij, zei bischop Karel Tjuni van de Rooms-Katholieke Kerk tijdens de op kerst gehouden kerkdienst. Bisschop Tjuni stelt dat met de erkenning van de kracht en liefde van Jezus Christus de weg naar vergeving vergemakkelijkt. De bisschop zegt dat het belangrijk is te erkennen dat de kracht van verzoening ligt in het vergeven. Maar de ergste vorm van slavernij is mentale slavernij. Mentale slavernij duidt op het minderwaardigheidscomplex welke haast bij onze genen is doorgedrongen. En ik bedoelde dit enkel en alleen als beeldspraak. Maar onderzoek heeft aangewezen dat er inderdaad iets in de hersenen verandert van mensen die getraumatiseerd zijn en worden doorgegeven in de genen. De bisschop zegt dat de vergeving welke Suriname heeft gekregen niet voor loze woorden gezien moet worden. Er moeten volgens de bisschop concrete daden gesteld worden. Als Nederland ons niet helpt de structurele armoede uit de wereld te helpen, zullen wij blijven zwichten voor multinationals die ons de grondstoffen voor een habitats wegslepen en een vervuild milieu achterna met grotere werkloosheid dan daarvoor. Zonder de banden van internationale solidariteit zullen we de Amazone blijven vernietigen door grondgrond te blijven exporteren voor een appel en een ei. En daarmee die spaarzame wegen die we hebben kapot te leggen. Die paar boven die we hebben kapot te delen om grondhout te exporteren. Wat voor rocket science is het om hout te verwerken voor planten, voor bos, voor kasten? Ook Lucia Antjes Breveld van de Evangelische Broedergemeente is het ermee eens dat het belangrijk is in deze tijd de Heer oprecht te dienen. Dit is de overwinning naar harmonie in de wereld, zei Antjes tijdens de op eerste kerst gehouden kerkdienst in de Grote Stadskerk. Wanneer de vraag gesteld wordt, wandelt u in geloof achter Jezus Christus aan, dan worden de anderen vergaan. U mag het zelf proberen. En dan gaat u merken hoeveel uiteenlopende antwoorden daarvoor van gegeven. En sommige mensen geven u gewoon een hele scherpe doel. Zo ben ik ogen ook nog niet op. Wat vraag je dan? Hoe durf je? Aan de dag. Maar er zijn ook mensen die zeggen, maar van dat moet ik eigenlijk naar mij doen. Maar van dat doen. En dan is dat het moment dat u niet in uw schulden gaat kruipen, maar dat u juist volgend jaar markeert 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname. Met dit in gedachten sloot bischop Tjuni af met de boodschap te werken aan het creëren van een wereld waarin iedereen in harmonie met elkaar kan leven.